Wij hebben vandaag één missie, broeders. Het redden van Aibo 2. Want Aibo 1 is al dood. Ik kan niet zo... Nee, Aibo 2 mag niet dood. Dat mag niet. We hebben onze onderwater cave gebouwd. Soort van. Maar we moeten nu meerdere dingen echt turbo gaan focussen. Eén daarvan, Aibo 2 redden. Nummer 2, Paranoïde de Parasauer redden. Leeft hij nog? Zoek wel. Verder. Electronics en cementing paste. Ik moet even hoogte zien te pakken ofzo. Hé, hey, wie is dit? Yo, ho, ho, wie is dit? Ho, ho. Yo. What's up? Hey, trading company. Ik had je touch base gezien. Yo, wie is dit? Ik ben, gewoon een man die zijn Desmodus zoekt. Ik heb nog waardevolle spullen op die boot liggen. Ik ben net dood gegaan door 3 raptors. Oh. Nou, succes man. Hey, what's this? Oh, dat soort op. Nee, god, ik ben wel afgeleid. Hey, maar wat is dit? Is dit een wilde? Jezus. Wacht daarvoor. Oh, waar ben je? Waar ben je? Oh man, ik mis echt awesome spyglass sword. Level 90 female X dunkleur. Die ziet er echt ziek uit, man. Kan die liegen? Die ziet er echt bruut uit. Moet ik even kijken wat het ook weer zo was. Oh, laten we eerst al die cave ingaan. Ik heb er nu even geen desmo, maar dan moeten we maar gewoon even met de Maywing doen. Ik kan misschien wel een desmo mee kunnen nemen. Dat is misschien geen slecht idee geweest. Soms ga je snel, jongen. Is dat met een map? Is dat zo'n map ding? Net als met Techglove, zeg maar? Geen idee. Ik weet nog niet hoe die versnelling werkt van de Maywing. Oké, even kijken. Het moet hier ergens zijn. Hier ga ik vaak omhoog. Ja, dat is mijn oude base. Dan is het hier ergens. Oeh, hier is ook heel veel metal trouwens. Metal kunnen we altijd gebruiken. Ik heb alleen geen gasoline meegenomen. Realiseer ik me nu. Dat is wel echt een beetje kut. Weet je wel, had ik 5 meegenomen. Nu ga ik niks hebben aan mijn mining drill. Kijk, nou, die is op. Is dit een alpha? Oh nee. Ja, nou niet een alpha, maar het is een... Ja, oké, ik snap het. Tech helmet is nu wel echt een verblessing, man. Kan ik tenminste een klein beetje zien waar de enemies zijn en waar niet. Oké, deze moet ik even landen. Hier is de cave. Scoot. Oh mijn god, zieke compound bow. Oh, ga. Zieke compound bow. Ik weet niet hoeveel procent damage, maar hij was wel ziek. Dit gaat iets langzamer dan ik hoopte. Niet pakken. Oh no. Oh, er zijn meerdere kakino's nu. Perlovia. Oh mijn god. Dit is kut. Ik kan niks. Hoe lang duurt die stun? Oké. Nou ja, thanks voor je organic. Hé, je chitin, ja. Hé, trouwens, ja, die chitin gast. Helemaal vergeten. Je kan ook kakino's killen. Oh ja, die zijn ook best wel ziek voor CP. Ja. Dat was ik even vergeten, man. Ik zat er weer helemaal mekker Kalon te denken. Maar nee, we kunnen gewoon kakino's killen, joh. Zijn nu wel... Oh mijn god, wat is dat? Oh, een rockdrake. Wow, oké. Zijn nu wel even te denken. Dit is die trading company. Maar zag er vrij onschuldig uit. Alleen, het is wel even... Ik dacht, ik hou het kort. Dat vond een beetje ongemakkelijk. Van ja, kut. Vriend, vijand, hè, moekie mee. Zag er niet heel dreigend uit. Maar ja, ik dacht, ja, zo'n vlotje ga ik ook niet slopen. Zo ben ik ook weer niet. Hé, ik mis nou een ding. Was er maar één drop? Even kijken hoor. Ja, damn. Leek erop dat er maar één was. Ja. Oh. Behalve. Oh, hier is damage. Ik weet niet wie dat is, maar die rode drop wil ik wel hebben. Dankjewel. Dag. Teringlamp een drop, jongen. Dit is wat ik die damage zag. Volgt hij mij? Oh, joh. Oh, wat zat erin? Hé, hey, ziek, man. Ik weet niet wat het is. Gallimimus, Blueprint Stego Saddle. Volgens mij heb ik hem beter al. Die boog is ook ziek, man. Oké, we moeten even naar... Oh, wat? Het is opeens druk, jongen. Ik hoop echt dat het Jamie was, maar ik verwacht eigenlijk dan dat Jamie op een Griffin zou zitten. Al heeft hij wel die lijpsterke PTE's nog. Oké, we gaan voor de CP. Gooi je drop, nakken. Oh, deze wil ik ook even killen. Dat is goed, dus heb ik nog een chainsaw. Ja, daar zit niet meer zoveel in. Ja, toch wel 120 electronics erbij. Ik had al 100 van een andere tech parasaur. Oeh, oh, wacht. Oh, is dat een wilde? Ik ben zo slecht met die spikeless. Dat is echt niet normaal. Ik ben dat ding helemaal verleerd. Ja, we moeten eyeball eigenlijk redden, man. Maar deze ziet er wel echt vet uit met dat... Oh, 55 Griffin. Ja, ik heb ook geen netgun, hè. Ik heb niks. Oh, maar kijk hoe vet. Die kleuren zijn echt heel mooi. Oh, daar is er nog één. 100 Oh, mijn god. Oh, dat is wel echt exotisch, man. Ja. Gaan we dat doen? Ik moet een netgun hebben en mutten. Ja, kut. We zitten hier eigenlijk voor eyeball. Ik kan niet terugkomen. Welke coördinaten zit ik? Een beetje 50, 80. Oké. Screwed. Oké, laten we eerst eyeball. Eyeball! I hope you okay, Aibo-chan. Woe, shoot. Hij had het gewoon met rust gelaten daarna. Thanks for the bullets, man. Oké, dan kunnen we nu even de rest op gaan pakken. Eyeball. Eyeball, I missed you, man. Come back to me, brother. Eyeball, we did it. Yes. We rescued Aibo-chan. Paranoïde. Cryo. Oeh, damn, you hungry, man. Heb ik besjes voor je? Dit heeft niet zoveel zin als ik hem ga cryoen trouwens. Laat maar. Paranoïde. Deze moet ik eigenlijk zo snel mogelijk bij de base zetten. Ik ga gewoon alles demolishen, man. Of oppakken. Hij heeft hier zitten beuken, jongen. Kun je gewoon zien. Heb ik nu alles? Ja, behalve dit.
Oké, dan moet ik die lamp even daarop zetten. Dan moet ik even kijken welke wapen chill is om hier nu bij me mee te dragen. Ik heb helemaal geen element bij, dus dat, daar heb ik niks aan. ik denk dat ik de Desmo gewoon even erop zet. Desmo kan best wel van pas komen, denk ik. Allee, basis is opgeruimd, jongens. Allee. Oké, oh. Jezus. Wat een monster ben ik ook, hè. Ja, hey, is dat een Deinonychus of een raptor? Het is dood. Ik zie geen beverdammen. Iemand is me voor geweest. Iemand heeft deze plek ontdekt en is me voor... Oh, dat kan best Jamie zijn geweest, man. Kijk of hij deze ook heeft. Nou. Deze is nieuw voor mij zelfs. Maar ja, hij heeft wel alles. 140 wil... Oh, bro, dat is zo ziek. Trouwens. Ik kan hem temen. Ik weet zeker dat ik kan temen. Ik heb techbow. Er zit weer zo'n boze beef achter me aan. Is dat hem? Kom op. 145 RG, by the way. Oh, kut. Oh, mijn techhelm is stuk. Ga knock-out. Ik zie hem niet. Oké, hij is knock-out. Let's go. Archie hebben we gekillt. Dat is Prime Meat, volgens mij. Dat is geen Prime Meat. Als te proberen. Heb jij Prime Meat? Tech Stego daar. Oké. Team Tracker even snel. Oeh, 140 man. Oh, dat is hard man. Dat is echt een lekker level. Ja, ik wil eigenlijk geen normaal vlees geven. Zodat ik me gewoon lekker niet ga doen. Tech Stego high level neer. Nee. Doe nog niet. Nee, kutbe. Kutvogel. Ga weg. Yo, wat zijn die levels hier hoog, man? Scheidbeest. Oh mijn god, stop. Dit vindt mijn techboog niet zo leuk. Oké, damn. We moeten echt even iets gaan killen. Oh, Deinonychus hier. Daar moet ik voor oppassen. Oh, die zijn... Oh, die kut, man. Dit is echt hun jachtveld of zo. Moet ik ergens een T-Rex vinden of iets? Als ik nu een Griffin kan temmen, jongen. Oh, man. Ben ik zo'n blij, jongen. Oh, Bronto. Soms ga je zo snel met een Maywing, jongen. En soms hang je vast. Kill hem. Lekker, Bronto neer. Heb ik een metal pickaxe. Ah, kut, weer zo'n kentroop. Man, ga eens weg. Oké. Raw prime meat. Poetfood. Oh, ik wou zeggen, als goed is steemt hij gewoon. Heb ik mijn sanguine elixir bij? Nee. Oké, nu kan ik dus iets proberen, jongens. Of we wachten, of we gaan nu Aibo uitgooien. Het kan op zich wel. En dan neem ik even aan dat ik bloodbags heb. Ja, niet echt. Ik zie mijn tooltip dit niet meer. Oké, dat idee was beter in mijn hoofd. Ik dacht, als ik nou met Aibo even dingen kill... Wat is dat van beest? Dat is een Hyenadon. Kunnen we even bloodbags fixen? Kunnen we daarmee een soort van insta-thee maken? Het gaat op zich prima. Hoeveel hebben we nu? 77 nog maar. Ah, dat is niet zoveel. Zullen we Bronto killen? Oh, Archie gaf best wel veel eigenlijk. Ik gaf 43. Oh, hier zijn twee tech parasaurus. Dat is perfect. Lekker Aibo den tweede. Hey. Oké, daar waren we een boel electronics. Waar is zijn maat? Ah, daar is hij. Daar is zijn Aibo. Ik mijn Aibo, dit is zijn Aibo. Oh, balen. Only doorgechopt. Zijn er nog een nieuwe beaver? Dams. Nee. Alright, nou ja, weet je wat? Dan gaan we gewoon even sanguine elixertje maken. Ja, ik denk eigenlijk de hele tijd dat ik er weer ben dat hij al getamed is. Aibo. Zo sad, Aibo-chan. Ik wil het wel even testen, als ik heel eerlijk ben. Dit kon je toch gebruiken dan voor hunger? Oh, nee. Of was dat dan met modder tellen? Hè? What does sanguine... Elixir can be used to instantly increase the taming progress of any creature or the imprint. Dus wel. Maar hoe werkt het dan? Oh, ik heb het nu zelf opgegeten. Het doet helemaal niks. Aibo. You have fought well. Return to your pokeball, my friend. Ach. Look at him. So handsome. Mwah. Aibo. Plus 69 levels. Ik baal wel een beetje dat mijn laatste tech helmet kapot is. Maar we hebben gelukkig wel de replicator. Dus we kunnen er iets mee. En we kunnen anders ook shards farmen in de volcano. Of in volcanic. Ja, in de volcano eigenlijk, ja. En die omzetten naar element. Dat maakt zoveel verschil. Want anders moeten we dus de bossen farmen. Come on, my griffin friend. Yes. Yes. Tem. Een. Griffin. We hadden ook Peter kunnen noemen. Peter de Griffin. Yes! Wat goed! Is dat een... Welke level ben jij? 85 bukken. 145 PTE, by the way. Op zich best wel een ziek plan om nu PTE's te gaan breeden. Alleen ja, ik heb dus al een PTE breed gaande op de island. Al zijn deze wel trouwens veel hoger level. Oeh, dit is een leuke uitdaging. Voor mijn kettingzaag. Hoe werkte de divebomb ook alweer eens? Nou, niet zo. Hoe doe je ook eens die pomp damage, man? We zullen net voor impact. Dan zou je Jay McGiga gekillt. Met dat soort van trucje. Oh, ik heb al zo lang niet meer echt een Griffin gebruikt op die manier. Hoe werkte dat ook alweer? Oh, dat was een goed begin. En dan moet ik dat blijven doen. Oh, wacht. Ik ken het trucje weer. Ik weet al wel hoe die moet. Je pakt je shotgun. En je blaft alles neer. Ja, dat was die volgens mij, ja. Ja, volgens mij was dat hem. Ja, werkt goed. Ja. Neem wel al die soort van tributes mee die we van dino's krijgen nu. Alright, ziek man. Wel echt ziek. Ja, weet je, Griffin gaan we op dit moment denk ik niet per se nodig hebben. Maywing is een soort van de veiligere optie. Maar natuurlijk, Tem en Griffin. Maar dude, you come on with me. Oh, wacht, ik wil hem eens even zien in zijn oogjes. Oh, zo mooi.
Oh, zo mooi. So beautiful, man. Ik ga even snel iets instellen. Ik weet dat ik hier niet heel veilig sta, maar... Dit is een trucje wat ik gebruik. Kijk, ik doe zeg maar plus en min om een gamma te veranderen vaak. Gamma 1 value 2.7. Laten we die even op 3 zetten. Want ik vind Fjordor best wel donker of zo, man. 4.50... 3.0. Zie je, dit is denk ik wel iets beter. Oké, let's go! Ja, dat is nu dus balen omdat ik mijn tech helmet niet meer heb. Kan ik niet zien waar enemies zozeer om me heen hangen. Tenzij ik dan per ongeluk een structure zie of een turret in mijn back krijg. Maar het is nu wel duidelijk dat... Wat een troppel granaten die opstijgt. Elke keer als ik dit soort gekke dingen zie, moet ik echt gewoon meteen schieten. Zo raar. Oeh, is dat een tech? Ja, dat is een tech. Ik ben trouwens nu nog even onder mission om zoveel mogelijk tech-dieners te killen. Tot mijn chainsaw leeg is. Ik heb gewoon al die electronics nodig, man. We zitten nu op 520 electronics, dus daar kunnen we wel weer lekkere turretjes mee craften. Dit is wel naar een fjorden, man. Dat je al die caves zou kunnen. Oh, hold up. Dan zijn er weer twee. Kom er maar door, jongens. Kom maar door. 140, perfect. En 80. Waar is dat paleis ook alweer? Is het hier boven? Jezus, ik kan me deze hele dam niet herinneren, man. Is het een beveldam of gewoon een normale? Waar ben ik nu überhaupt? Zit ik aan de achterkant van de map? Oh, dat is niet handig. Ik zit aan de achterkant van de map. Pff. Oh, even omdraaien. Zieke kwetsel. Ja, met dit soort dingen is een Griffin toch wel handiger. Nee, niet weer een Prolovia! Oh, dit duurt al zo tyfus lang. I'm gonna die. Jezus, what the fuck? Ach, zieke juke, man. Zieke juke. Oh, dit is zo nice. Kijk hoe cool dit is. Yeah! Woe! Woe-wee! Ja, nu moet het toch wel echt even tijdelijk doorgaan met mijn leven. Ik zit alles te ontdekken. Hey! Never mind. Mijn leven is prachtig. My life beautiful. Zit hier achter iets? Nee. Oh, hier zijn er nog meer. Lekker. Nog één. Daar zit geen CP in. Toet toet. Hallo. Dit is ook wel echt een vette plek, man. Zou je olie zijn? Ik denk het wel. Zo, als hier mensen op het strand lopen en ik vlieg voorbij, dan moet ze toch ook denken van Jezus, man. Ik weet niet waarom iedereen Jezus, man, moet denken, maar gewoon... Damn! Straaljager. Pjoem. Ding is fucking snel, man. Ik wil eigenlijk nog stiekem één keer naar die artifact, of naar die cave, met die blueprints. Kijk dit! What the fuck gebeurt hier? Hey, is dit weer een trading company? Oké, hij heeft me niet gezien. Totaal niet gezien. Jorn. Klinkt, Vikings. Jorn. Pincode. Komt hij eraan? We kunnen het schadebeperkend oplossen. Ik ben alleen bang dat dit iets te veel damage gaat aanrichten. Even kijken wat hier binnen is, hoor. Oh, dit is echt gewoon starten. Ik ga in je bed slapen, Jorn! En ik ga poepen! Dat is de poepknop. Hier! Stop, stop. Ik moet hier wel weg. Ik denk dat het geen zin heeft om die kast te slopen. Wamadi, Jorn! Ik denk oprecht wat ik heb gedaan in het begin. Gewoon als je kan tranken. Ga naar Asgard. Ga Maywing temmen. Een van de beste dingen die je kan doen. 100%. Hey. Oh, dat is iets minder E. Nope, niet doen. Oh, deze kan veel hebben. Dat is een probleem. Oh, dit is echt een probleem. Oh, 145 rex, maat. Jammer. Oh, mijn chainsaw is ook echt leeg. Ja, ongemakkelijk weer. Hier zien we mijn attach hut. Emma. What the fuck? Zie je dan temmen of aan het killen? Hapje eten? Dat is allemaal attach nog, man. Oh ja, dit is... En dan je pauwpart met je techboog. Oh, dat zou ergens wel echt geniaal zijn. Echt niet oké, maar wel geniaal. Dan gaan we maar verder. Ik weet niet wat... Ik weet ook niet of dit vijanden zijn of gevaren down the road of net wat. Maar voor nu, ik mijn eigen weg. Zij hun eigen weg. Weet je, ik ga geen vrienden maken als ik nu tetshirtjes ga slopen. En dat is een feit. Oké, okay, zijn we weer. Ik hoop dat ik niet geperlovia word deze keer. Tapajara saddle, oké. Okay. Tapajara saddle en een pistol. Had ik al zoveel geluk met die vlak BP's? Oh, nevermind. Top. Perfect. 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 Even snel kijken hoe en wat. 500 dura. 512 armor. En een trikestel met 103 dura. Of armor. Heel erg ziek. Dan hebben we ook al volgens mij een redelijk oké stegenzijde en een redelijk oké trikestel. Dus we moeten nu gewoon tame en breeden, man. Eerst even defense, dan offense. Hij moet het tegelijk doen. Hé, hey, is een... Yo, what the fuck is er opeens allemaal zompig? Bom. Bom. Wacht, ik zag hier een foundation. Goed dat ik mezelf heb teruggetrokken in een grot, want... Er zijn kapers aan de kust. Zijn dit parels? Oh, nee. Ja, het leek net op pearls of zo. Oh, jezus. Hé, hey, dat... Is dat een wilde wurver? Nee, joh. Ik zie geen naam. Oh, jezus. Oh, het zijn wel wilde wyverns. Yo, wat is dat kristal hier beneden? Wat ziek. Eigenlijk moet ik nu wel gewoon even realiseren dat er geen uberbabs zijn. En geen tantebabs en noem maar op.
Dus dat ik een stuk meer kan chillen in zekere zin qua heavy defense. En doorpakken en me echt op mijn tenen staan. Maar aan de andere kant, ik moet wel even doorpakken en op mijn tenen staan. Moet wel een beetje, zeg maar op zich, ik denk dat we wel iets meer ademruimte hebben. Dus dat ik nu met 2 turrets heb of 3, is eigenlijk gewoon wel prima. Voor nu. Jezus, wat zit hierin? Oh man, wat trash. Oké, waar was het ook alweer eens? Volgens mij hier voorbij die watervallen en zo. Hier is nog een cave. En dan zit hier beneden, volgens mij. Ik heb alleen niet unlimited oxygen, dus ik moet wel even iets beter opletten. Oké, welke lijn is dat? Dat moet ik even inzetten. Het is meer de 70 lijn, denk ik. Zo, daar zijn we weer, jongens. Oei. Daar zijn we weer. Och, potverdamme. Nou, dat was even een avontuur, maar we hebben Aibo gered. Ik moet meerdere meewings hebben. Oké, we gaan nu ook gewoon erachter komen. Of dus, even kijken. Ik ben op, laten we zeggen, 71... Pff, wat is dit? 4? Oh, kan maar tot 10. Pff, wat stom. Ja, we gaan kijken of de foundations in ieder geval zijn best hebben gedaan. Gaat er iets gespand zijn? Ja of nee? Ik ben een beetje benieuwd voor... Eigenlijk ook voor loot crates, man. Maar eigenlijk Desmo. Geen Desmo? Oké. Okay. Nou, ik ben dus bang dat die loot crates hier ook niet meer gaan spannen. Ja, oké. Okay, dit bewijst het wel een beetje. Want deze hierachter is wel gespand. Deze hiervoor niet. Hé, laat met rust. TTE settle BP. Ai. Ik kan er niet tegen dat ik dit scheef heb geplaatst. Kut, sorry. Moet lelijk. Ik vind het best wel een lekkere basis al, man. Ik denk dat we sowieso maar gaan beginnen ook met even meerdere vaults maken. En een ramp. Trouwens, we moeten even een ramp maken. Even een metal ramp maken. Dat zijn die belangrijke dingen in het leven. Want anders ga ik me echt kapot weer irriteren aan alles. Waarom is dit kut? Waarom is dat kut? Laker. Gasoline moet hier extra gemaakt. Gasoline pak ik ook even extra uit. Zo. Oké, dan moeten we nu eigenlijk gewoon gaan focussen op zoveel mogelijk turrets plaatsen. Wat hebben we allemaal nodig voor een turret? CP... Ja, electronics, metal kunnen poelen. En polymer kunnen poelen, doen we zo. Oké, we kunnen 12 autoturrets maken, dat is al een begin. Ik moet dan ook meteen even een extra fabricator hebben, jongens, want... Dus gaat die craft weer zo langzaam. Dan wil ik natuurlijk even snel hier gaan kijken naar al mijn element. Gewoon alles wat element is, wil ik eigenlijk even hebben en dan misschien wel omzetten naar element. Kijk aan, deze element hou ik lekker als ammunition bij me. En zo kunnen we lekker bezig blijven. En dan kunnen we hier natuurlijk ook de advanced rifle bullets in gaan maken. Zo, dat gaat toch wel een stuk sneller dan die fabricators. Maar we willen natuurlijk ook in de fabricator gaan maken. Dus we need a lot of fucking bullets, mate. A lot of them. Dan gaan we dit natuurlijk zoveel mogelijk maken. Altijd maar aanlaten. Ah ja, jongen. De machine is aan het draaien, jongens. De machine is in drawing. Kijk. Gunpowder, sparkpowder, turrets. Juist, jongen. En dan heb ik dus ook nog de grinder hierin zitten. En daarmee wil ik eigenlijk toch wel mega kalons gaan proberen uiteindelijk. Alleen dan moet ik even iets hebben wat zo'n ding easy kan killen. En ik moet ze even easy kunnen vinden. Dat is ook een trucje. En ik moet even kijken hoe ik hem neer ga zetten. Dit is zo'n ding wat niet echt heel relevant is verder. Maar het is een huge, man. Het is echt zo'n unit. Als ik mezelf zou zijn, waar zou ik dan al mijn foundations in hebben zitten? Nou, niet hierin. Ja, mijn stone foundations. Heb ik hier nog metal foundations? Tuurlijk heb ik dat. Juist, jongen. Kijk, shell fragment kunnen we omzetten naar chitin. Dat is perfect. Oh man, de motions. Alle tandwielen draaien. Oké, dan... Even kijken, hoeveel CP kunnen we eigenlijk maken? We hebben niet heel veel chit in. Nou, we hebben hier wat chit in zitten wel. Nou, dat blijft lekker doorkraften. Moet toch even fabricator nummer 2 ook ergens kwijt. Eigenlijk naast deze, maar goed. Nou, trouwens, het kan. Moet ik dit gewoon even oppakken. Oké, nice. Nu hebben we dubbel fab. Oh, we komen ergens. Dubbel fab en replicator. Hoi, jongens. Komt een gunpowder tekort, hoor. Nee. Ah, dit is aan het kraften natuurlijk. Wat een pokkerrie in deze basis. Wat een herrie. Ah, lekker man. Oké, dan moeten we dadelijk zo meteen nog kabels maken. En noem maar op. Ik denk dat ik gewoon nu wel even kijken. Aibo daar maar verlaat. Paranoïde gaan we natuurlijk even uitgooien. Bij het begin wel trouwens, niet hier. Heb ik iets wat onder water kan strijden eventueel? Had ik nog een extra vault gemaakt trouwens? Nee, hè? Maak er wel 3 extra bij als dat kan. Ja, nu wordt het duur jongens. Nu wordt het wel oprecht duur. Oké, 3 vaults erbij. Kunnen we niet gewoon al daddy's gaan maken? Oh, nice man. Oké, we hebben element erbij. Kijk hoe snel dit gaat ten opzichte van die andere. Niet normaal, man. Niet normaal. Alright. Kabeltjes er even bij. Hij moet zo snel ook tech generator maken, man. Oh, yes, het kan. Let's go. Oh, dat is huge, bro. Dat is huge. Oh, dat is echt huge. Oké. Oh, dat is echt huge, man. Dat is mega. Holy shit. Ja, man. Oh, dan moet ik, kan ik mijn tech helmpje repareren? Beetje zonde dat ik hem net aan en uit zet eigenlijk. Maar een tech helmet is toch eigenlijk stiekem wel een soort luxe. Thank you well. Nou, alle bluepunts mee. En alle bluepunts daarin. Ah, zie ik man. Even kijken wat we nou allemaal hebben. Want we hebben eigenlijk alleen maar als een gek, gewoon als een maniak dingen zitten verzamelen. We hebben best wel wat. Atopleura saddle, oké. Als AR, ja, matig. Baryonyx is wel oké. Belzebufo. Matig bronteplatform saddle. Goeie chainsaw. We hebben, oh, jammer. Fleck hebben we gewoon de handschoenen nu dubbel.
500 dura, 460. Oké. Okay. 550 dura, 430. 555. We hebben wel een goede vlek, maar we missen dus eigenlijk nog de chest piece. Volgens mij alweer. En de schoenen. Alright, lekker. En een longneck. Die is echt heel nice. Megalodon saddle. Ook heel ziek. Met 90 armor. Dat is best wel netjes, man. En we hebben dus ook gewoon een normaal ziek PT-saddle. Maar we hebben dus ook de trike saddle met 100 armor. Heel nice. Kost wel echt heel veel geld. Heel veel arc geld. We hadden ook een Stego BP, toch? Behalve deze. Of had ik gewoon een normaal saddle? Had ik dan een normaal saddle? Oh, we hebben een normaal saddle. Ik denk dat ik de saddles ook gewoon even voor nu in de BP-kast doe. Ik weet niet hoe dit nu gesorteerd is. We hebben wel een paar mooie zadeltjes, hoor. Andrew Sarkis, Ascendant. Oef. Ik weet niet of die dingen chill zijn echt in raids. Rock Golem is nice. Dat is wel een ding dat heb ik voor jullie begrepen. Rock Golem kan zinken, dus daardoor kunnen gevechten of zo'n raid onder water... of met een onderwatercap tegen een Rock Golem wat matiger zijn of wat lastiger voor mij. Maar als ik dan de stack turrets heb, dan is dat probleem eigenlijk al verholpen. Maar zo repairen wat ik nog kan. Tenminste weer sterk broek armor van Jamie nog, denk ik. Of van Swamp. Swamp, nice. Oké, man. Ja, nou wordt het doel natuurlijk eigenlijk heavy turrets craften. Maar daarvoor gaan we gewoon vooral weer elektronics tekort komen. Oké, nou daar zijn we dan. Hey. Als je op een desmo wil bouwen, is het onzichtbaar altijd. Zo naar. Ja, waar ga ik deze neerzetten? Waar gaan we deze neerzetten? Ja, het is gewoon niet de bedoeling dat mensen hierboven komen. We zetten hem van nu gewoon lekker hier neer. Ik vind het helemaal mooi. En we hebben power! En dan radiation option. Maximum range. Absoluut. Absoluut, jazeker. Oh, jazeker. En dan nu? Eens even die zooi blokkeren hier, jongens. Gaan we hier eens even turrets neerzetten. Wat nou unpowered? Ja, dag. Hoezo unpowered? Dat is toch compleet in range, of niet dan? Wat is de Jenny range? Oh, het is echt net uit range. Potverdomme. Kan ik hem hierop zetten? Oké, max range nu. Nu is het allemaal mooi, toch? Ja, joh. Uiteraard gaan we hier natuurlijk hele mooie heavy turrets neerzetten. Maar nu nog niet. Zou hier de bodem dan ook, zeg maar, powered zijn? Of bijvoorbeeld dit mooie randje. Oh, dit is een mooi randje. Powered. Kunnen kijken of de bodem powered is. Ik denk het eigenlijk niet. Unpowered, oké. Oké. Nou, de turrets staan, jongens. Het is nu een stukje beter verdedigd in ieder geval. Het wordt alleen zo snel mogelijk tijd voor heavy turrets. Vooral met de armors van Jamie. Hij zou met een techbow hier nog voorbij kunnen zwemmen en dat ding op kunnen blazen. Dus dat moeten we even vermijden natuurlijk. Ik zeg dat wel mooi, maar dan kunnen we misschien ook gewoon meteen beter deze beneden neerzetten. Zo. En hierop kan ik maar één ding zeggen. Lekker bezig, pik. En tot morgen.